Welkom bij de Ordenen podcast. Je kunt dingen op verschillende manieren ordenen. Bijvoorbeeld wat je hier doet. Dat is het ordenen op kleur. Bij ordenen kijk je naar overeenkomsten en verschillen van dingen of dieren. Zoals gezegd, alle kralen met dezelfde vorm doe je bij elkaar. Maar je kunt ook deze kralen op een andere manier ordenen. Het kenmerk was hier de vorm, maar je kan ook om een ander kenmerk gaan ordenen. Dat doen we hier. Nou, je ziet vast al wat hier het kenmerk wordt. Het kenmerk wordt hier de kleur. In de gereedschapsschuur thuis, daar zijn ook alle schroeven en spijkers ook vastgeordend. Hier, zie je wel, het kenmerk is de kleur. En zo'n koffer met allemaal schroeven en spijkers, daar kun je eigenlijk ook alle organismen in verdelen. Je kunt organismen verdelen in bacteriën, in schimmels, in planten en tenslotte, waar wij bij horen, bij de dieren. De dieren die hebben geen celwand, wel een celkern, geen bladgroenkorrels, geen vacuolen en ze zijn eencellig of veelcellig. En die dieren kunnen we nog verder onderverdelen in afdelingen. In de afdeling van de eencellige. Hier bijvoorbeeld een pantoffeldiertje. Eencellige vind je meest in het water, hebben geen stevige delen en bestaan uit maar één cel. Maar dat was logisch. Je kan hem in de afdeling van de sponzen. Hier zie je een foto daarvan. Leven in de zee en hebben een skelet van naalden en ze zitten vast op de bodem. Dan heb je nog de holtedieren, zoals hier de hydra, die leeft in het water, heeft een holte in het lichaam. Dan hebben we nog de platwormen, hier zie je er een, die leven in het lichaam van een mens of een dier, hebben geen skelet en bestaan uit segmenten, uit allemaal kleine stukjes. En die is niet rond, maar dat dacht je al toen je zag dat die een platworm heette. Dan hebben we nog rondwormen. Laat me raden, die zijn vast rond. Die leven in het lichaam van een mens of een dier, hebben ook geen skelet en bestaan ook uit segmenten. En die is rond. Dan hebben we nog de ringwormen. Hier zie je de regenworm bijvoorbeeld. Die leven op het water of op het land, hebben geen stevige delen, bestaan uit segmenten en ze zijn rond. Dan komen we bij de weekdieren. Hier zie je bijvoorbeeld een inktvis. Die leven in het water of op het land. En soms hebben ze een schelp of een huisje of een rugplaat zoals hier de inktvis. We hebben ook nog stekelhuidigen zoals hier de zeester. Die leven op de bodem van de zee en hebben een huid met stekels en geen stevige delen. Hier hebben we de geleedpotigen. Die leven op het water of op het land en ze hebben een pantser en hun poten bestaan uit stukjes, uit geledingen. Die geleedpotigen kunnen we nog verder verdelen in groepen. Bijvoorbeeld de groep van de duizendpoten. Je ziet er een. En die hebben twee poten per segment en het hele lichaam bestaat uit segmenten. De kreeftachtigen. Hier zie je bijvoorbeeld een krab. Die hebben 10 of meer poten. Dan heb je de spinachtige. Die hebben 8 poten. En tenslotte de insecten die er 6 hebben. Zoals hier de oorworm. 6 poten. Dan hebben we hier de gewervelde. Hier zien we een skelet van een gewerveld dier. Je ziet dat hij een wervelkolom heeft.
leven op het land of op het water, hebben een inwendig skelet en een ruggengraat. Een wervelkolom. Nou, die gewervelden kunnen we in groepen verdelen. In de vissen, die hebben schubben met slijm op de huid. Ze zijn koudbloedig, ze halen adem met kieuwen. Ze leggen eieren zonder schaal en ze leven in het water. Het milieu is waar ze leven, in het water. De volgende groep, de amfibieën, kunnen zowel op het water als op het land leven. Ze hebben een huid met slijm, ze zijn koudbloedig en eerst hebben ze kieuwen en later hebben ze longen en door de huid waaruit ze ademhalen. Ze leggen eieren zonder een schaal. Dat zijn de amfibieën. De reptielen, als je daarnaar kijkt, die hebben droge schubben op hun huid, zijn koudbloedig, ze halen adem met longen en ze leggen eieren met een leerachtige schaal en ze leven op het land. En soms, zoals de krokodil hier, in het water. De vogels, die hebben een huid met veren. Ze zijn warmbloedig. Ze halen adem met longen en ze planten zich voor met eieren met een kalkschaal. En ze leven in de lucht. En natuurlijk komen ze ook wel eens op de grond. Hier, daar zien we een zoogdier. Hij heeft een huid met haren. Hij is warmbloedig. Hij haalt adem met longen en hij is plant zich levendbarend voor, dus hij krijgt geen eieren, maar levende jongen. Dit was hem alweer. De Ordinaire Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.